laten we het hebben over het pensioenakkoord. Waarom een pensioenakkoord? In Nederland regelen we het pensioen samen. Jij, je werkgever, vakbonden, pensioenfondsen en de overheid. Als je werkt, bouw je recht op AOW op. Dat is het stukje pensioen dat je krijgt van de overheid als je oud genoeg bent om te stoppen met werken. Je hebt dan de AOW-leeftijd bereikt. Daarnaast bouw je als werkende vaak een aanvullend pensioen op via je werkgever. Je AOW en dit aanvullende pensioen noemen we de basis van ons pensioenstelsel. En dat is een goed pensioenstelsel. Waarom zou je het dan veranderen, vraag je je misschien af. Het pensioenstelsel van nu is niet perfect en het is kwetsbaar. De leeftijd waarop mensen AOW ontvangen steeg op een gegeven moment te hard. Mensen moesten steeds langer doorwerken en het duurde dus steeds langer tot ze konden genieten van hun oude dag. Allerlei regelingen om eerder te stoppen met werken zijn afgeschaft. Terwijl er wel veel behoefte aan zulke regelingen is. Vooral voor mensen die zwaar werk doen. Steeds minder mensen bouwen ook pensioen op en moeten straks dus van alleen de AOW leven. En dat is geen vetpot. Bovendien stijgen pensioenen al jaren niet meer mee met de kosten van je huis, je boodschappen en je stroom. En dat is wel hard nodig. Het kabinet wilde de pensioenen alleen nog maar verder verslechteren. Daarom hebben we actie gevoerd. En met succes. We hebben nu goede afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in het pensioenakkoord. Zo zal de AOW-leeftijd minder snel stijgen. Ook wordt het weer mogelijk om eerder te stoppen met werken. Er worden ook plannen gemaakt om te zorgen dat meer mensen pensioen opbouwen. En indexatie van de pensioenen is eerder mogelijk. Dat betekent dat je pensioen meegroeit als de kosten van je boodschappen en huis omhoog gaan. We houden de sterke punten. De AOW blijft en het pensioen dat je via je werkgever spaart ook. We blijven sparen voor ons pensioen en blijven de risico's van ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid delen. Collectief en solidair zijn nog steeds de basis.